Maandagmiddag 12 oktober werd het bedrijfspand van onder meer het Brabants Dagblad aan de Hart van Brabantlaan ontruimd na een brandalarm. De brandweer rukte uit met 2 wagens, maar veel werk hoefde zij niet te verrichten. In een opslagplaats aan de achterzijde van het gebouw was veel rookontwikkeling ontstaan. De oorzaak hiervan is nog niet bekend.